Ik ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag 19 februari en ik ben nog steeds in Londen. Dit is mijn derde dag in Londen en ik ga vanavond ook weer naar huis toe. Maar vandaag ga ik nog de hele dag voor jullie filmen. Het is nu 9:50 en om 10:00 moeten we uitchecken. En we vliegen om 6:30, maar we moeten best wel een stukje met de trein, want de trein doet er een uur over. Dus we moeten wel op tijd weg. Maar we willen nog eventjes. We waren gisteren liepen we langs House of Parliament en de Big Ben. Maar toen was het heel erg donker in London Eye. Dus dat willen we vandaag nog eventjes kijken. Alleen, we hebben gisteren en eergisteren heel goed weer gehad. Alleen vandaag regent het. Dus we willen eigenlijk ook nog even iets overdekt doen. Maar ik zou het super leuk vinden als je alvast een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En even abonneert op mijn kanaal hier beneden. En als je de andere video's nog uit Londen nog niet hebt gezien, kan je hier even op het i'tje drukken. Oké, wat ik aan heb is deze trui van de Sting. Die had ik gisteren gekocht. En ik heb deze flare jeans met van die grijze dingetjes aan van de Sting. En we gaan nu even de koffers pakken en dan gaan we naar beneden. Ja. Oké, we zitten nu even bij, hoe heet het eigenlijk? Ik heb geen idee, maar we hebben even een croissantje en even wat drinken. En dan gaan we zo meteen, het is echt heel slecht weer, het ligt echt vakbaar. En dan gaan we zo meteen gaan we, waar ging ook weer heen? Ik heb echt geen idee. En die lipstick die ik heb gekocht vind ik echt super mooi. Maar we gaan nu eventjes lekker wat eten. Kijk hoe mega slecht weer het is. Niet te doen. Ik wilde net een paraplu kopen en ik dacht dat die 2 pond was. 2,50 pond, dat klinkt raar. Maar toen ging ik hem afrekenen, toen was die 16 pond. Dat was iets te duur voor een kleine paraplu. Waar moeten we heen? Dit is Embankment. Nou, is op de hele dag goed. Doe ik ook helemaal niet. Dit is een pittige discussie tussen mij en mijn moeder en mij. Ze vindt dat ik te veel aan haar. Maar ik vind dat ik dat heel erg ben afgeleerd. En over de make-up. Ja, maar mijn huid is heel droog. De hele dag. De hele dag moet ik schilpers bekijken. Ik ben gewoon ijdel. Ja. Eén dagje niet. Is ijdel in het Engels? Idol? Nee. Ja, ik heb het echt vorige week geleerd. Ik ben het nu al vergeten. Ijdel? Nee. Veen. Ik weet het ook niet meer. Mensen gaan ons echt uitleggen als ze dit zien. Oh ja, we gaan nu naar Westminster en dan gaan we kijken naar Westminster. Is dat ook alweer? Ja, Lisa mee. U lijkt heel slim. En Downing Street. Oh, we moeten er nu uit. Kijk eens thuis is. Maar ik wil het gewoon laten zien. Kijk, hij is echt mooi. Oké, kom, we gaan die paraplu halen. Deze, dit gaat mij een paraplu opleveren. Ik wil ook dit geld in Nederland. Het is echt mooi. No start, no trouble on me. Tryna keep it peaceful, it's a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. I guess I see the things that they be wishing on me. I hope I got some sisters that outlive me. They gon' tell the story, she was different with me. God's plan, God's plan. Back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, yeah. I finesse down with the road, yeah. Michael down a G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E is still, yeah. Ik vind die paraplu echt top. Oké, we staan nu bij House of Parliament, toch? Je ziet het nu naast mij. Oké, we waren net bij, hoe heet dat wat jij wilde? Westminster. Daar House of Parliament. Nee, ik bedoel wat jij zo graag wilde zien. Ze wilden zien waar, elke keer nieuws, waar het nieuws werd gepresenteerd. Waar de
Maar je kon niet eens naar binnen, maar dat wist ik al. Allemaal hekken. Had ik al van 10 kilometer van tevoren zien aankomen. Oké, dus maar nu gaan we naar, want het regent echt heel hard. Dus we gaan even naar Westfield. Zo, ik kan beter niks aan haar kunnen doen. En daar gaan we overdekt shoppen. We gaan nu met de Julie-lijn. En dat is dus een hele leuke lijn, want die heeft een leuke trein. Dus daar gaan we nu naartoe en dan gaan we daarna gaan we naar het vliegveld toe. Oké, we zijn nu bij Westfield en daar gaan we nu shoppen. En we hebben ongeveer 2,5 uur de tijd en daardoor moeten we terug naar ons hotel en koffers halen. Want dan gaan we weer terug. Ik zou zeggen, dan gaan we naar Schiphol. Ja, we gaan ook wel naar Schiphol, maar we gaan eerst naar het vliegveld hier in Londen. En deze tip heb ik van Amber gekregen. Nieuw armbandje. Ja. Hij is alleen niet scherp. Verder weg moet ik. Oh ja, nu zie je het wel. Dat is wel mooi, hè? Kijk, we gingen naar dit winkelcentrum, maar er waren dus blijkbaar 2 winkelcentra hiervan. En we zijn precies naar de verkeerde gegaan. Dus, want ik had... Nou, misschien bedoelde Amber deze wel, maar ik bedoelde juist die andere, want ik had het opgezocht op internet. En toen we bij de metro waren, toen zei die vrouw, ja, je moet echt deze. Maar dit was echt meer allemaal van die kleine kraampjes en winkeltjes en zo. En, maar we hebben wel een heel leuk nieuw armbandje en er was wel gewoon een super drug. Dus daar hebben we gewoon, daar heb ik gewoon, hoe heet dat nou? Gewoon make-up gekocht. Ik kom niet van het woord make-up. Ja, je kan ook zo, Stedford Station. En we hebben een heel leuk armbandje gekocht. En die hebben we allebei. Wil jij hem laten zien? Okay. Ik laat hem wel even... Oh, je zag echt helemaal niks. Ik laat hem zo even in de metro zien. En we gaan nu naar het hotel en dan gaan we onze koffers pakken. En dan gaan we naar de trein en dan gaan we naar het vliegveld. Oké, ik zie er echt niet uit. Maar we hebben net even onze koffers gehaald bij ons hotel. Want we gaan nu lopen naar de metro. En dan bij Liverpool Street, daar moeten we dan de trein hebben. Want ja, we gaan weer naar huis toe. En ik zal nog even iets vertellen over... ik had de vlucht en het hotel had ik allebei apart geboekt. En het hotel was dus Club Cards Hotel. Is een leuk hotel, maar mensen zijn niet echt super vriendelijk. Het ziet er wel echt super schoon uit. En ja, het was iets van 100 euro per nacht, zoiets. Maar het ziet er wel mooi uit, alleen het is leuk om er te slapen. Dus ik bedoel gewoon... Het is prima, maar de kamer was wel gewoon netjes en schoonmaken en zo. Maar wij gaan dus nu naar de trein toe en dan vertel ik zo nog even, laat nog even het armbandje zien die ik heb gekocht. We zitten in de trein en we zijn er bijna, hoop ik. Ik ga even bij je zitten, man. Oké, maar we zitten dus in de trein naar het vliegveld. En we zitten echt op een platte land. Mijn batterij is leeg. Oké, we weten het. We zitten in het vliegtuig. Ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Want mijn mobiel is bijna. Mijn mobiel. Mijn camera. Ja, mijn haar zat heel raar. Mijn camera is bijna leeg. Maar het is super raar, want we vliegen pas over 40 minuten of zo. Maar we moesten nu al boarden. En dat ging gewoon dicht. Ja, het ging gewoon dicht. Het was zo raar. En ik had mijn koffer, als ik begin even kijken in winkels. Dus ik dacht ook, ik zet mijn koffer gewoon even neer. En toen kwam er zo iemand naar ons toe rennen omdat mijn koffer bijna werd ontruimd. Omdat ze dachten dat er weet ik veel explosieven of zo in zaten. Dus die moest ik nog eens snel even pakken. Maar we gaan nu een uurtje naar huis vliegen. Het is echt super slecht weer. En mijn camera is leeg, dus ik weet niet of ik nog iets ga filmen. Oké, het is alweer 2 dagen later, want toen ik in het vliegtuig zat, was mijn camera leeg. Want ik had geen oplader meegenomen, dus dat was niet zo handig. En ik dacht, het is nog wel leuk om eventjes te laten zien wat ik daar heb gekocht. Dus dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik hoop ook dat jullie de vlogs leuk vonden. Oké, dit licht is wel een beetje sterk. Wat ik heb gekocht, ik heb... even kijken, waar begin ik mee? Deze parfum gekocht. De Daisy Dream van Marc Jacobs. En deze ruikt echt heel erg lekker. En deze heb ik van mijn moeder gekregen.
En ik ga hem nu eventjes opdoen. Zo. Dat is dus het eerste wat ik heb gekregen. Van make-up de baby skin gekocht. Oké, het licht is echt heel slecht. Oké, het is nu mega donker, maar de baby skin heb ik gekocht. En de collection concealer. MAC Velvet Teddy. Deze MAC Master Fix van Maybelline. Deze poeder. Dan heb ik dit armbandje van mijn moeder gekregen die we samen hebben. Dus met allemaal kleine hartjes. Dit tasje heb ik gekocht. Waar ik super blij mee ben. Oh ja, en een zonnebril heb ik gekocht. En die blauwe trui, maar die had ik volgens mij al in een andere video ook laten zien. En ik zal even de zonnebril laten zien. Dat is deze. Deze. Het ziet er misschien nu een beetje raar uit. Maar dit zijn alle dingen die ik heb gekocht. En hierbij wil ik ook de video afsluiten. Dus ik hoop dat jullie de Londen vlogs leuk vonden. Voor video ideeën laat het altijd achter even in de comments. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video.